Hoi en leuk dat je kijkt naar deze video van Nask in a Nutshell over zuivere stoffen en mengsels. Ja, wanneer zuiver en wanneer niet, dat is de vraag die je jezelf waarschijnlijk wel eens stelt, anders had je naar deze video niet gekeken. Want je hebt wel eens vragen op toetsen en dan wordt er gevraagd, is dat water met suiker, is dat nu een zuivere stof of is dat een mengsel? In deze video ga ik je kort uitleggen wat nou het verschil is en dan ook met wat voorbeelden laten zien wanneer je dus een zuivere stof hebt en wanneer niet. Zuivere stoffen. Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. De definitie van een zuivere stof is dat het bestaat uit slechts één soort moleculen. Of deeltjes. Misschien heb je nog nooit van het woord moleculen, maar wel van deeltjes gehoord. En zoals je in het plaatje hier ziet, is dat dus ook het geval. Je ziet alleen maar blauwe moleculen die knipperen. En je ziet dus dat er één soort moleculen is. Er is daar dus sprake van een zuivere stof. Wat zijn dan mengsels? Mengsels, dan is er sprake van een stof die bestaat uit twee of meerdere soorten moleculen. En we kijken weer naar zo'n plaatje en dan kunnen we dat nog een keer zien. Je ziet al, er zijn twee soorten moleculen. Blauwe, die knipperen nu, en rode, die zie je nu knipperen. Dat betekent dus dat er twee molecuulsoorten zijn en dus heb je een mengsel. Dat is altijd het geval. Bij zuivere stoffen is het dus slechts één molecuul, bij mengsels twee of meer. Nu je dit verschil weet, moet je eens kijken naar een aantal voorbeelden uit de praktijk. Koffie bijvoorbeeld. Koffie, is dat een zuivere stof, moet je denken. Nou, als je weet hoe je koffie zet, dan kun je je wel bedenken dat jij water gooit bij koffiepoeder en vervolgens loopt er iets door een filter heen en dan krijg je dat koffie wat je lekker vindt. Maar er blijft ook iets achter. En omdat er iets achter blijft, moet je dus zeggen dat er meerdere soorten moleculen zijn. Koffie bestaat namelijk uit deeltjes die wel oplossen in water en deeltjes die niet oplossen. Die blijven in dat filter zitten. Melk bijvoorbeeld. Is dat dan een zuivere stof? Want melk, is dat een stof? Nee, ook melk is geen stof. Melk bestaat uit meerdere soorten stoffen, meerdere soorten moleculen, vetmoleculen bijvoorbeeld, maar ook calcium en dat soort stoffen. Dus er zijn meerdere soorten moleculen en het is een mengsel. Als je melk een tijdje laat staan buiten de koelkast, zul je ook zien dat er een laagje vet op komt drijven. Daarmee kun je dus al zien dat het een mengsel is. Demiwater, is dat dan een mengsel? Nee, demiwater is water dat zo is schoongemaakt, om het maar zo te zeggen, dat je alleen watermoleculen hebt. Het is dan dus een zuivere stof, want er is maar één soort deeltjes. En tot slot poedersuiker. Poedersuiker is ook een zuivere stof. Het is namelijk suiker. En suiker is een molecuul. Glucose onder andere zijn suikers. En dat is dus een zuivere stof. Poedersuiker bestaat alleen uit het molecuul suiker. Nou, nu je dit weet, weet je dus het verschil tussen zuivere stoffen en een mengsel.